Wat is het verschil tussen moord en doodslag? Dat ga ik je uitleggen. Zowel bij moord als doodslag heeft iemand opzettelijk een ander van het leven beroofd. Het is dus geen ongeluk. Maar bij moord heeft iemand daar van tevoren heel goed over nagedacht, dat gepland. Dat noemen we ook wel voorbedachte raden. En bij doodslag is het min of meer in een opwelling gebeurd. En hoe weet je dan of er sprake is van voorbedachte raden? De rechter let op twee dingen. In de eerste plaats kijken we hoeveel tijd er is verstreken tussen het moment dat iemand het plan opvat om iemand te doden en het moment dat hij ook daadwerkelijk iemand van het leven berooft. In de tweede plaats kijken we of hij voorbereidingshandelingen heeft getroffen. Heeft hij bijvoorbeeld een mes of een wapen gekocht van tevoren en heeft hij goed opgezocht waar en wanneer hij het beste kan toeslaan? Als je zegt dat er meer tijd is verstreken en meer voorbereidingshandelingen zijn getroffen, is de kans dat de rechter iemand veroordeelt voor moord groter dan voor doodslag. Maar als je moord niet kan bewijzen, dan is het doodslag. Bij doodslag kan de rechter maximaal 15 jaar gevangenisstraf opleggen en bij moord is dat levenslang.